De gemeente Veenendaal en woningcorporatie Veenvesters werken samen om de woningen in het Franse Gat te vernieuwen. Maandag 24 oktober werd het startsignaal gegeven aan de circulaire sloop. Dat doen we circulair, zoals je al zo mooi zei. Maar niet alleen met de dakpannen. Alles wat op dit moment gesloopt gaat worden, gaat in principe zo goed als en zo kwaad als mogelijk. Met de moderne term urban mining. En daar staan de collega's die daarvoor verantwoordelijk zijn. Teruggebracht worden, in wat voor vorm dan ook. En dat betekent ook dat we de afgelopen maanden, en dat is natuurlijk ook mooi om te zien hoeveel bewoners hier actief zijn, al aan struikroven in de woningen of in de tuinen hebben gedaan van de woningen die gesloopt worden. Na een korte toespraak werd met het verwijderen van de eerste dakpan de circulaire sloop officieel gestart. We hebben de afgelopen 4 jaar eigenlijk heel nauw met elkaar samengewerkt om te kijken hoe de wijk van de toekomst van Franse Gat eruit zou kunnen komen zien. Dus dat gaat dan ook over de stedenbouwkundige inrichting, de straten, groen, klimaatadaptatie. En wat voor soort woningen, wat voor soort woonprogramma willen we hier graag terugzien. En als uitgangspunt hebben wij samengenomen, het moet zijn van het Franse Gat, voor het Franse Gat. En ook dus de gelegenheid bieden aan de bewoners die nu bij ons wonen en die helaas vanwege de sloop er in ieder geval tijdelijk uit moeten vertrekken, ook de gelegenheid bieden om terug te keren in dit gebied. Daar heeft onze samenwerking zich op toegespitst. Ja, dat klopt. En kijk, als dan Veenvesters hier 1100 woningen deels wil renoveren, maar ook woningen gaat slopen en nieuw bouwen omdat ze niet te verduurzamen zijn, omdat de woningen niet sterk genoeg zijn om daar de duurzaamheidsmaatregelen op los te laten, ja, dan is er een enorme uitdaging in zo'n grote wijk, waar op dit moment 60% sociale huur is. Dus daar kun je van belang is dat er evenveel sociale huurwoningen terugkomen. Maar dat betekent niet dat er niet meer woningen bij kunnen om een mooiere mix te organiseren. Door ook middenhuur en ook vrije sector huur te organiseren in deze wijk. En als je dan aan de slag gaat, dan wil je dat natuurlijk wel ook deskundig doen. Dus vandaar dat we ook zijn begonnen met een stedenbouwkundig plan. Waarbij ook ruimte is voor de zaken die uit onze omgevingsvisie naar voren komen op het gebied van gezond, duurzaam en veilig. En dat hebben we ook samen verwerkt in dit mooie plan. En er zijn hier dus ook een aantal sociale huurwoningen. Komen er ook weer net zoveel sociale huurwoningen terug als dat er nu aangepast worden? Ja, dat is het geval. Er worden op dit moment zijn de plannen om 249 woningen te gaan slopen de komende jaren hier. En in dit gebied komen er 289 terug. Maar we zoeken eigenlijk naar een mix in dat woonprogramma van koop, middenhuur en voor iedereen wat wil. Zodat ik soms zeg, er niet uitsluitend sociale huurwoningen terugkomen, maar voldoende om de hervesting van de zittende bewoners in goede banen te leiden. En in totaal van het Franse Gat hebben we met elkaar afgesproken wat we ook doen en waar we ook beginnen. Uiteindelijk zijn er hetzelfde aantal sociale huurwoningen aanwezig na afloop van dit enorme traject in het Franse Gat. Is er al enig zicht op, want dit is een groot project, 1100 woningen, is er al enig zicht op wanneer die klaar zijn? Nou, we beginnen hier in de Heemskerkstraat. Eind volgend jaar worden deze woningen opgeleverd. En de komende 4-5 jaar willen wij in het zuidelijk deel verder gaan. Daar zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor ingevuld. En we zitten nu in de fase waarin de bestemmingsplannen ter voorbereiding worden voorbereid. En goed, voor goedkeuring worden voorgelegd aan het college. En daar is natuurlijk ook een inspraakprocedure op van toepassing. We doen dat nu voor het tweede deel van het Franse Gat. En daarna komt alles meer oostelijk aan de orde in het zuidelijk deel. In de tussentijd hebben wij de noordelijk deel, wat ten noorden van Bruïneplein zit, als Veenvesters een goede instandhoudingsbeurt gegeven. En dat betekent dat alle woningen daar voor de komende 10 jaar er in hoofdlijnen prima bij staan. Aan de bewoners wordt daar ook aangeboden of ze zonnepanelen willen afnemen. En aan de randen van deze prachtige wijk zijn we aan het renoveren geslagen. En hebben al de eerste 2 flats vorig jaar en dit jaar opgeleverd, volledig gerenoveerd. Klinkt heel duurzaam, maar volgens mij ook iets waar de gemeente heel tevreden over kan zijn. Ja, dat zijn we zeker. Het sluit goed aan bij onze omgevingsvisie, wat ik zei al, op het gebied van gezond, duurzaam en veilig. Maar we willen ook gewoon voldoende ruimte voor de fiets terugzien in deze mooie wijk. Dus er komen ook fietsstraten. Daarnaast geven we aandacht aan bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. En op die manier zorgen we voor een betere leefomgeving waar je ommetjes kunt maken en waar je gewoon goed kunt samen wonen, werken en leven. Ze zeggen altijd dat je het goede voorbeeld moet geven, dus het is eigenlijk ook wel mooi dat u op de fiets kwam opdagen vandaag.
Ja, dat is inderdaad. Ik kwam inderdaad op de fiets, dat doe ik vaker. En voor de oplettende kijker heb ik hem ook met een tweede slot vastgezet, zodat hij straks ook nog van mij blijft.